is ook weer een mooi stukje wat ze hier hebben. Nou, nog een stukje kruipen erbij ook. Ja, leuk toch? Hoe bevalt het tot nu toe? Leuk, lekker weer. Zeker, en als je dit zo ziet, weer kruipen eronder door. Het is toch een buitenspelen voor volwassenen? Het is het eigenlijk ook. Hey, succes verder met het stukje. Dankjewel. Wat ze nou moet doen is kruipen door de modder, maar dat is niet het enige. Ze komt zo meteen er weer onder door. Dus eens even kijken hoe het met haar gaat. Dat is maar een klein stukje wat ze hoeven te zwemmen. Dan komt ze eraan. Klein rondje is het maar in de kassen alweer uit het water. Het zou ongetwijfeld ijskoud zijn, zoals je hier ook ziet, is het glibberen. Nou, eens even kijken hoe het was. Hoe was het? Ik loop er even naar je toe. Hoe was het? Leuk. Koud? Nee, lekker. Oh, lekker juist. En schoon nu. Ja, dat wel natuurlijk. Oh, modder is er weer af. 2 kilometer. Ja, gezond natuurlijk met al dat modder. Wel genieten toch? Ja, helemaal schoon joh, niks meer aan doen. Hé, ga weer door. Succes! Rechts, 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 naar voren, naar voren, naar voren. Naar achter, achter, achter. Naar voren, naar voren. Want ik had het gevoel dat het vandaag een hele mooie dag gaat worden. A good night, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. And I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Oké, witmassen, zijn we klaar om met z'n allen te gaan springen? 1, 2, 3, jump! Let's live it up. I got my money. Money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump off that sofa. Let's kick it. Ja. 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 Ja.
Dit is denk ik wel, dit is wel de makkelijkste obstakel, of niet? Dit is wel de makkelijkste, een beetje bukken. Ja, een beetje bukken, maar ik ben Bravo bij Lowlands gewend. Dus ik weet hoe het moet om hier te overleven in de modder. Overleven? Ja, natuurlijk, want dit is natuurlijk het gebied waar ook altijd Lowlands is. Nou, dat was even makkelijk deze obstakel, of niet? Ja, zeker. Gewoon een beetje, alleen een beetje bukken. Ja, een beetje bukken alleen. Hoe is de rest trouwens hier? Ja, helemaal goed. Vaker gedaan dit? Nee, dit is de eerste keer. En? Ja, hartstikke leuk. Wat heb je, wat doe je dan mee dan? Ja, ik denk... Trok je hem over de streep zomaar? Ik denk, laat ik gewoon mee. Ik werd uitgenodigd. Dus, ik dacht van, ja, waarom ook niet? Ja, tuurlijk. En? Nou, helemaal vies onder de modder? Ja, een beetje... Het is niks. Hoort erbij, ja. Hoeveel kilometer doe je? 16. Oh, je moet nog een stukje dus? Ja. Oh, 12. Oh, 12. Nou ja, nog steeds een stukje denk ik. Hey, succes verder. Dankjewel. De rest gewoon probeer op één ritme vast te houden, niet te gaan sprinten, gewoon afkoelen, hou de ritme vast. Goed doorademen, dat is heel erg belangrijk om het gaatje hartslag op tijd te houden. En dat is het eigenlijk, voor de rest gewoon op niet opgeven. Nou, ze willen jullie nog eventjes wat zien van hun, een korte demonstratie. Dat kan. Die jongens die hebben zoveel energie over. Ik stond net zo met mijn hand op zijn schouder, dames en heren. Nou, dit is gewoon één bak steen wat ik voelde. Dames en heren, geef ze nog even een applaus, jawel! Ben je nat, Joris? Ja, ik ook niet. Jongens, ik zwem nog niet. Ja. Ik ging het kopje onder. Ik kon net blijven staan. Ik denk, ook even zwemmen. Ja, goed op. 1 voor 1 drukken we ze allemaal het parcours op. Yeah, this is what I see. Everybody stops and staring at me. I got passion in my pants and I'm not afraid to show. People think sexy. I'm sexy and I know it.
I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. But this is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. You're looking at body. You're looking at body. Work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy. Lekker hè, die modder? Lekker man! Hoe gaat ie? Goed. Daar ging je bijna. Hoe is het tot nu toe? Lekker toch? Ook goed uitgegleden volgens mij. Ja, lekker hoor. Hoe is het trouwens om hier te staan? Heerlijk. Ja, heerlijk. Want je doet hier aan mee, je zit nu helemaal onder. Hier voorkwam je denk ik dan. Ja, is toch geweldig. Dat is gewoon kicken niet. Hoe is het tot nu toe? Heerlijk. Ja, echt super. Gaat echt heel lekker. Zit helemaal onder. Hoeveel kilometer moet je nog? Geen idee. We moeten 12 in totaal. Dus ik heb geen idee hoeveel kilometer we nu zitten. Dat ziet er nog heel fris uit, dus het komt wel goed, denk ik, toch? Ja, komt wel goed hoor. Hey, succes. Dankjewel. Mogen? Oh, sorry. Oh, can I maybe go with you because I'm alone? Yes, sure. I think it's really hard then. So you will help us up. Yeah, of course, of course. We can just help each other and we will leave you here. No! No, it will be fine. So you will go first, girl, and I will go last. Yeah, you sure? It's alright like this? Yeah. Yes, thanks. Oh my god. Deelnemers die gaan stappen aan de Newcastle Family 6 categorie leeftijdsklasse 6 plus stadserie min graag melden in het startvak vlak bij de ingang. En de deelnemers die gaan starten in stadserie Monkeys graag melden in het startvak. Gered. Heerlijk. Hoe gaat-ie? Geef jullie zelf een hartelijk applaus, dames en heren, want zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest. Dames en heren, en we gaan even plaatsmaken voor een aantal kanjers die nu aankomen met van die mooie rode fakkels. Kom erbij, kom erbij, kom erbij. Heel goed. Dames en heren, en
Dit zijn de deelnemers van Push. Ze bestaan 2 jaar. Geef ze een waanzinnig applaus, dames en heren. We gaan even voor ze zingen. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hieperabiep, hieperabiep. Oké, dames en heren, het Mudmaster avontuur gaat zo meteen voor jullie beginnen hier bij Mudmasters. Jullie gaan zo meteen starten. Dan beginnen jullie hier onder dat tunneltje. En dan eindigen jullie hier verderop na 12 kilometer bij de stroombaan, bij de Sizzler Electroshock. Even een paar belangrijke mededelingen. De tijd is voor ons absoluut niet belangrijk. Jullie hoeven niet te denken dat de tijd die begint pas te starten als jullie uit dat tunneltje komen. Dus voor degene die dat wel leuk vindt om de tijd bij te houden, je hoeft niet bang te zijn dat het hier al begint. Pas na het tunneltje, dan start de klok van het systeem van Mudmasters. Jullie komen hindernissen tegen zometeen en daar worden jullie 10 meter het water in gelanceerd. Wie heeft daar zin in? Jullie komen hindernissen tegen waar jullie onder stroom worden gezet. Wie heeft daar zin in? Jullie komen hindernissen tegen waar jullie heel veel modder gaan happen. Wie heeft daar zin in? En uiteindelijk staat er bij de finish een heerlijk koud biertje op jullie te wachten. En wie heeft daar zin in? Heel goed. Ik ben altijd even benieuwd, wie heeft zich hier een beetje op voorbereid? Even die handen in de lucht. Wie heeft zich er niet op voorbereid? Handen in de lucht. En even heel eerlijk, hè. Wie was er gisteren nog in de kroeg? Jezus, wat een bikkels. Dames en heren, even nog even wat belangrijke zaken. Er zijn parcoursmarshals, EHBO, waterposten. Als jullie iemand in de problemen zien, geef het dan aan. Jullie gaan zo meteen starten als één team. Voelen jullie ook een team? Ik vraag, voelen jullie een team? Dames en heren, hou elkaar even vast, schouder aan schouder. Ook al ken je diegene niet, ik wil een hele grote massa zien. Eén grote groep mensen. Dames en heren, we gaan even met z'n allen, om de verbroedering te vergroten, gaan we even het Wilhelmus met z'n allen zingen. Dames en heren, 3, 2, 1. Wilhelmus van... Uit volle borst! De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Applaus voor jullie zelf! Dames en heren, en ik zie een hele belangrijke schakel, want wij bestaan namelijk 5 jaar. En die hele belangrijke schakel van het geheel, het is één grote team aan mensen die in de organisatie zitten van Mudmasters. Maar de belangrijkste schakel, dames en heren, die staat daarachter. En ik wil hem graag heel even hier op het podium hebben. André, kan je heel even hier komen? André, kan je heel even hier komen? André, 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 André. Dames en heren, dit is een heel bijzonder moment. Ik wil een waanzinnig groot applaus voor Mr. Mudmaster himself, André! Dames en heren, en André doet een hele hoop. Maar uiteindelijk is zeg maar het complete team van Mudmasters die dit evenement mogelijk maakt. En niet alleen dat, ook jullie verdienen een waanzinnig applaus. Want zonder jullie is er geen Mudmasters. Applaus voor jullie zelf! Dames en heren, en omdat André hier staat, willen we hem iets overhandigen. Een trofee, King of the Mud. Want André, die
gaat elke editie weer alle hindernissen af. Alle de 12, de 6 kilometer, de 18 kilometer. Hij moet het zeg maar zelf even allemaal gevoeld hebben. André, wil jij nog wat zeggen? Het gaat niet om mij, maar om jullie. Succes! Dames en heren, laten we even zingen. Lang zal je leven, lang. Lang zal je leven in de gloria, in de gloria. Ja, overal op het parcours zijn mensen op dit moment bezig. Maar er zijn natuurlijk ook momenten dat het even wat rustiger is. Zoals hier, net zijn er mensen hier onderdoor gegaan. Dan gaan ze zeg maar hier achter mij langs. En dan gaan ze de berg daar weer op. En dat is natuurlijk weer een mooi moment. Maar daar onderdoor, zeg maar, als je daar uit bent, dan kom je bij het moment waar je de stroomstootjes krijgt. En dat is natuurlijk altijd erg spannend. Dit is nog wel even makkelijk. Hier komt nu dus een man aanlopen. Die denkt, ik doe het heel rustig aan. Ik ga dit onderdeel rustig pakken. Hij lijkt wel erg vermoeid. We zullen hem zo meteen oppakken en dan vragen hoe het met hem gaat. Mooi. Ja, volgens mij ben je erg vermoeid, hè? Kapot. Gaat hij wel? Nou, kom je even bij ons staan, kun je even uitrusten. Ja, maar wat zeg je? Ik loop rustig verder. Ja, want wat voor afstand doe je? Ik zou de 18, maar het is de 12 geworden. Ziet zwart voor de ogen? Nee, mijn knie gaat niet. Dus, wat heb je met je knie? Dat weet ik niet, maar het doet de pijn. Ja, heb je daar een blessure aan al? Of, Ja, ik voel het niet goed. Nou, rustig uitlopen dan zou ik zeggen. En sterkte, hè? Dank je. En de volgende komen dus uit deze buis. En dan kun je zien dat sommige mensen dus echt met elkaar werken. Zodat er met z'n groepjes hier komen. En ja, ook een soort instructrice erbij. De instructrice zelf. Hallo, ja, voor mijn collega's, hè. Lekker goed aanmoedigen. Waar zijn jullie van? Interbest FCB. En helpt het dat jij hier nu zit? Komen ze er dan helpt beter het? Door? Ja, hem heb ik niet zeker, aan. Helpt zeker, 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 zeker. Ja, wat zeg je dan? Ik bedoel, is het alleen maar aanmoedigen of echte instructie ook? Nee, gewoon aanmoedigen. Dat is het vooral kunnen. Je sleept ze erdoor? Ja. Ja, mezelf ook. Daardoor. Ja. Je hebt het zelf ook nodig? Ja. Wie niet, toch? Succes. Dankjewel. Bijna bij de finish. Ik heb er zin in. Dames en heren, het is bijna zover. Jullie komen zometeen allemaal aan de beurt. Jullie gaan een onvergetelijke reis tegemoet. Die 12 kilometer gaan duren met maar liefst 26 hindernissen.